Dit is echt een tip van het huis voor als je snel aan wil komen. Maar geel zijn schoon. Je zit dus bij 5 ton, maar dat is belangrijk. Want dan word jij. Stroommannetje! Abonneren voor de stroommannetje! Stroommannetje! Mensen, abonneren voor Milo en Trummannetje! Ja, 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 abonneren! Ga je dat bewaren of oplikken? Dat wordt helemaal hard ofzo. Ja! Oh man! We moesten meer hype doen van onze regieleider. Nee, godverdomme! Dat is het enige stroop dat we hebben. Oh. Steek even je hand omhoog als je vandaag in een stroopbad gaat. Hey. Ik ga lekker de teams allemaal. Ik heb hier geen zin in vandaag. Ik heb helemaal geen zin in deze. Hey. Ik zat dus nog te denken. Ik denk dus, er is hier vast stroop aanwezig. Nou, dat is ook zo. Ja. Als ik nou gewoon even hier een slokje neem, is dat niet gewoon prima vet? Ja, ja, natuurlijk. Ja, daarom hebben we 500.000 man geabonneerd, man. Denk nee, ja. Als ik nu gewoon even een flinke teug neem, is het toch op zich gewoon... Nee, 503,5 alweer, hè? Ja. Dat is toch prima vet? Over een half uur lig je in een bad met stroop. Nee. Dat, dat moet echt. Ik moet dat echt gaan doen. Ja? Mensen, dankjewel. 500. Hey, likken of oplikken. Bij elk druppeltje dat jij vandaag knoeit, hè, dat moet je opdrinken. Steen, peer, schaar en degene die verliest moet dat oplikken. Oh, je gaat wel opstaan. Papier! Ja, 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 ja. Likken! Likken, daar en daar! Oh. Jij ja, likken naast, broer! Ja, je likt! Je likt niet! Nee, maar nog. Dit is trouwens die plek waar ik laatst op te pissen toen aan mij ging waren. Weet je nog? Mensen, 500.000 abonnees, dank jullie wel. Blijf zeker lekker abonneren. We kunnen al iets doen voor 600. Dat we zeggen bij 600 gaat Milo. Gaat Milo weer in een stroopband of zo? Wat zo leuk. Ik denk dat mensen dat niet meer pikken, niet meer abonneren. Moet iets anders hebben. Ja, maar daar verzinnen we nog wel. Komt later. Snijd je lul. We bakken een worstenbroodje dat 1 meter groot is en dan wikkelen we Rob erin. Ja, zou je dan nog leven? Zou je dan nog leven? Ik ben maar 55 centimeter. Ik wil zeggen, jij niet groot dat jij zo niet van een slaapzak van deeg hebt. Laten we beginnen. Wat is de situatie? Want we hebben heel veel stroom nodig. Hoe komen we aan veel stroom? Ja, als ik dat weet, ik heb dat niet gedaan. Je hebt toch stroom meegenomen, zei je? Ja, maar is dit genoeg? Ik neem stroom mee. Wij hebben een verrassing, we hebben heel veel stroom gekocht. Dankzij onze vrienden van... Display! Ja, 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 ja. Het was koud op u. Maar ze betalen ook koud voor geld. Display zijn metalen plaatjes en het zijn kunstwerkjes die je gemakkelijk aan je muur kan plakken. Met stickers. Ik vind die wel mooi, moet ik zeggen. Ja, maar ik ben een beetje klaar. Die Kuip hebben we nu al veel gezien. We moeten nieuwe kopen, man. We moeten echt nieuwe. Kijk wat deze. Ik ken hem ook allemaal. Maar die blijft wel leuk, zeg. Maar ik wil nieuwe. Ik wil nieuwe. Ben is korting. Oh, dat meen je niet. We stellen die handel dan. Is het al als je er eentje bestelt via link in de beschrijving en je 25% korting? Ja, ja. Maar als je er 2 bestelt? Nee. Ja? 33! Hij is nog steeds goed! Nou, dat zou ik niet meer doen. Dat zijn helemaal binnenstarten, zie ik. Hey, maar die actie die loopt toevallig nog heel mei, toch? En is het niet volgens mij nu zeg maar 28 mei? Dus hebben ze zeg maar eigenlijk nu wel echt de laatste kans om deze korting te gebruiken? Oh, ja. Ik als financieel adviseur zou zeggen nu kopen. Trouwens, de link in de beschrijving. Ja, link staat in de beschrijving. Ik heb hier design nummer 3.583.000. Dus ze hebben echt heel veel verschillende designs. Ja, dat hebben ze wel. Ja, behoorlijk veel. Check vooral de site even, want wij hebben nu ook een design. Johnny Sins houden voor het gemak, maar echt weggelaten. Nee, we hebben Johnny Sins niet meer. We hebben Johnny Sins. Ik heb design nummer 3. Dat wil ik niet. Terwijl ze toch echt buiten de top 5 zijn. Zoals jullie weten, wij gaan straks heel veel stroop ergens in en daarna allemaal wegjanken. Maar de display spon, thanks, buying this display helps us plant trees. Oh, some stroke trees. Koop displays! Buy this plate now. Buy this plate. Move like a spiel. Je ziet echt zo dat ik hier achter zit. Ik zat er helemaal niet achter. Lekker stroop. Nee, dan pak ik die weg, dan heb je je hoofd daar. Ja, leuk. Zo. Ik sta hier toch in een boom. Gaat het? Hallo? In een boom. Dankjewel, display voor deze prachtige boom. Maar waarom, wat is de graf vanuit dat je hier niet meer gaat? Nee, hij zit er op zijn hoofd. Oh, oké. Okay. Oh, nee! Wat gebeurt er dan? Hier zit een stroop in en niet zomaar stroop. Van Jilsen, de professionele versie! Ja, je hebt ook een niet-professionele, maar die valt uit elkaar en zo. Fuck me, man. Dat is alleen voor die hele skeer pannenkoek. Milo is toch in principe ook een skeer pannenkoek. Wat zei jij daar? Hoor ik dat goed? Oh, wat heb je gedaan? Wat is er dan? Fijon! Wow! Oh, ziet er professioneel uit! Milo, doe je hoofd al wacht Je moet een smaaktest doen, Milo. Hoeveel stroop is dit eigenlijk? Dit is jongen. Romig. Zo, dat smaakt niet amateuristisch, hè? Nee, maar professioneel. Het voelt een soort hart aan of zo. Ah!
Schoonboef, man. Hoeveel is het? Dit is 12,5 kilo. En dit ook. En dit ook. Dit ook. Dit is 10 kilo. En dit is allemaal 10 kilo. En deze zijn 12,5 kilo. We hebben 250 kilo of zo. En deze zijn 12,5 kilo. Die zijn 10 kilo. Hoeveel kilo hebben we in totaal? 200 of zo. Ja, ik dacht precies de ene doos groter dan de andere. Dat kan toch? Ligt eraan of je doos 12 of doos 10 kilo. Mag ik even eerst een normale pannenkoek? Ja, zonder stroop, hè? Ja, ja. Even proeven. Ah, helemaal niet lekker. Ja, maar dit is veel te hard. Nee, ik kan niet hard gooien. Ja. Ja. Heb ik de eer om als eerste scoopen uit de stroom? Dom erop. Nee, dit is zo vies. Maar goed, voor personeel. Wow, ik voel me echt een Neandertaler. Jij ligt er zo meteen iets van top tot twee, weet je wel. Papa, dat was vroeger een beetje gek. Milo komt nooit meer schoon. Want Matty zijn hand is gewoon vast kan roesten, soort van. Hoezo wordt Milo nooit meer schoon? Dat doet hij elke dag, want Milo is niet voor niets. Nou, mensen, laten we die regen toch even met stroop. Let's go. Wil jij de eerste stroop erin scoopen? Heb ik de eer voor de eerste stroop? Ja, de eer. Zou ik dan, een mooie nieuwe schoon doen? Is het dan geen nieuwe schoon met de pannenkoekresten? Nee, nieuwe schoon. Gooi eens even zoals bij een schip gewoon die emmer stroop tegen de zijkant aan. Hey, stroopmanie! Wat een laffe top! De grote stroopening. Backstroopening. Leuk. Flonk! Oh! Zo. 20 keer dit. Oh, je gaat heel lang duren. Mensen, we zijn bij 500.000 abonnees. Maar dat betekent niet dat jullie moeten stoppen met abonneren. Dus abonneer nu gewoon, want dan gaan we op naar die 1 miljoen. Laat ik even vragen wat we bij 1 miljoen gaan doen. Dan ga jij in een bad met creme. Ik heb helemaal niks te doen. Jullie zijn lekker kellenbeurs. We gaan in een bad van creme brûlée en dan gaan we de bovenkant zo crispy maken. Terwijl jouw hoofdje nog zo boven hebt. Dat is met zo'n andere. Helemaal gasbrander zijn. Ga mee kaal daarna, weet je wel. Oh, veel te zwaar. Die kinderarmpjes. Ja, Jezus Christus. Kennen jullie die CVM van Sparta en toen Utrecht PSV? Martin de Stroop of zo? Ja, Martin de Stroop. Oh, Kevin Stroopman misschien. Ah. Ik kon er niet goed van. Sorry. Eerste keer kontje af en wie lijkt. Wie heeft die ook niet leeg? Ja, Milo. Er zit echt nog de helft in. De helft. Het was niet echt de helft, hè, Koen? Nee, hij snapte, het was inderdaad niet de helft. Dit was rond de helft. Zo laag. Stap er zo weer. Maar Rob, zo'n laagje kan heel veel verschil maken. Ben je nou niet bang dat het vast in je haar zit, dat het er gewoon niet meer uitgaat? Daar ben ik niet bang voor. Oh nee, dat snap ik. Want hij heeft helemaal geen haar. Jij kan zo meteen, als je eruit bent, kan ik Koen gewoon knuffelen. Hoe leuk ik vind om Koen dan om die stropen te hebben, dan nog zou ik liever niet meer Koen knuffelen. Zo vanstaltig vind ik die vent, gast. Je bent niet de enige. Ik rim je zo hoor. Voor de mensen die trouwens zeggen van, dit bank zitten, dit is echt weer voedselverspilling die jullie doen. Nee, hoe minder mensen stropen eten, hoe gezonder het is. Nee, en inderdaad, hoezo is er geen voedsel? Hoezo voedselverspilling? Wij hebben gewoon heel veel zin in pannenkoeken. En moeten we dan die emmer sturen naar Afrika? We moeten die mensen daar zijn en emmer stropen. Deze is best handig. Godverdamme! Dit is echt fucking vies, die pancake. Nee, neem met stroop. Ik vind stroop vies. Ik vind stroop dus vies. Hè? Ja, ik eet dus ook nooit pannenkoeken met stroop. Wel met poedersuiker. Dat is nat. Dat heb ik niet gedaan. Dat is ook niet de regen. Die is gewoon nat. Oh ja, lekker scoopen van je eigen kontje. Heb je je eigen kont gehaald? Is hij daarom nat? Die is vies, hè? Je kunt het eigenlijk uit. Wow! We zijn van weg. Zie je zo'n pannenkoek met American pancakes in? Hé, die drijven wel mee naar boven trouwens. Waarom moet je dat zo vies doen? Jij hebt jouw idee. Oké. Gadverdamme. Het breekt uit elkaar of zo? Ja, het breekt uit elkaar omdat die stroop zo kleverig is. Milo's botten breken uit elkaar. Zoveel gaat er gewoon afgeschraapt worden. We zitten denk ik nu wel meer dan half vol. Oh, ja, we hebben nog maar 6 emmers. Ja, maar Milo moet er ook nog in. Dat is 30 emmers. Oh, op mijn rug. Ah. Als verrassing voor Milo nog meel gekocht. Voor als ik eruit kom, ja. Denk ik ben er vanaf aan. Oké. Moet dat in ieder geval slaan leggen? Ja, laten we dat doen. Ja, oké, let's go. Oh, hier. Oh, dat is... Milo, een stroommannetje. Zou het mensen zijn die stroopschilderen kunnen? Wil jij een stroopschilder uitmaken? Ja hoor. Moet er raden wie dit zijn? Het is een mannetje. Jij bent het, hij is lelijk. Het is een kale man. Ik ben het! Dit is zo'n kurkentrekker ding, jongen. Wie zijn dit? Gio en Jade, Rob en Milo. Ja, goed. Ja Milo en Rob. Ja. Maar wat hangt hier dan bij jou? Dat is mijn grote penis. Wat is wat, zeg maar? Dit is jouw vet. Dat is heel veel van. En de rest is niet zo heel veel van. Oké, okay, nou goed. Okay. Nou, maar ik moet zeggen, nu het zegt, ik zie mezelf er helemaal in. Wil jij ook nog wat doen? Ja, ik wil ook nog even tekenen. Oké. Doei. Roel, oude wetenschapper, je hebt dus een idee. We hadden het erover, hoe gaan we dit ooit weer eruit krijgen? Het is natuurlijk met water zo, dan kan je die buis zo erin poffen. Ja. En dan sabbel je van dat ding en dan gaat het helemaal zo via die stroom. Gaat het vacuüm zo. En dan lukt het natuurlijk nooit met stroom, want stroom is veel te dik.
Dit klinkt echt zwaar smerig, dit is niet eens geëdit. Jongens, kijk eens wie ik heb getekend. Phineas! Super knap! Waarom wil jij stroop drinken met een rietje? Wat heb jij al een tekening? Ja, Barbapapa als gezwel. Barbapapa kan overal in veranderen. Ja, dat is waar, ja. En dit is een? Koekje. Geen stroop is verrukkelijk. Ha, gozer wijfie. Oh, ik zie al een kwel dan naar beneden. Bro, ik zie jouw kwel gewoon voor mijn neus weg. Oh, Phineas heeft honger. Hier, Phineas. Nee. Pallen in zijn oog. Niet kijken, niet kijken. Nou ben ik echt klaar mee. Bro, helemaal auto is het. Hey, maar ik heb al een mes voor de pad, hoe kunnen we hem snijden? Iemand... God, nee! Oh, dit was mijn kant! Ah, oh, bijna een whiplash! Toch zo bang! Hé, hey, maar gaan we nog verder met die kutsie? Zat die stroop aan? Ja, alweer! Dames en heren, Rob heeft hier de laatste emmers op. Nou ja, de ene laatste, want de... Nou, we er nog eentje over voor special surprise. Special surprise? Emmer 19, hè? Emmer 19. Emmer nummer 19. En jullie denken van, hij zit niet helemaal vol. Ja, maar er komt straks nog echt een enorm dikke gast in zitten. En dan zit hij wel aardig vol. Heb je eigenlijk al een beetje zin in, Milo? Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of... Ga je er zo in? Nee. Dan ga je even omkleden dan. Zal ik maar vast omkleden? Ja, ga even lekker omkleden, jongen. Hebben ze hem straks al op de mail of Milo weet ja, gewoon... Ja, nou, ik had dus iets leukers. Oh. We hebben een bladblazer. Dus als we gewoon dat pak mail voor die bladblazer houden. Ja, ik heb ook wel zin om te gooien gewoon, hoor. Ja. Eigenlijk moet één iemand moet even blijven. Ik blijf wel filmen. En dan rennen jullie snel om dat ding te halen. Eén iemand moet gewoon even gaan rennen. Zeg van, ik ga even snel handen pakken. Oh, pak een handboek voor je. Ja, pak een handboek maar voor. We moeten mail en hagelslag gaan vlokken. Vlokken. Zijn we ready? Ik ga aan mijn ogen, daar komt die soap in. Dus ik moet dat iets tegen hebben. Toen dacht ik, nou, ik moet iets voor mijn haar. Ja, leuk heb ik nog, ja. Dan moet ik dit hebben. Niet voor de video. Moet niet de gast die dit heeft gewoon een BH aan, omdat het anders op YouTube misschien geflamed of geflekt wordt als naakte borst in beeld. Daar ben je dan! Succes maken. Succes. Stroop, 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 stroop. Ja, nee, dat is goed erin. What the fuck? Wat smeren! Oh joh, als ik wel opsta, maat, het voelt gek. Dus het daar kom je er wel uit, denk je? Zo! Nee, wat vies, jongen! Zo tyfus! Ja, oh, daar komt ie! Wil je een pannenkoekje voor erbij? Ja, dat zal lekker zijn. Ja, je kan wel dieper dan. Ja, wat dieper. Nee, ik kan niet dieper, maar we moeten op de motorbal. Wil je wat zeggen? Even de mensen bedanken? Mensen, ik wil je niet bedanken. Ik krijg lekker de typisch, maar. Het stroommannetje! Ha? Ja, ik hou nu dat stroommannetje! Dat is typisch zwaar. Hij vindt het echt leuk. Typisch! Die broer wordt meegenomen! Ja, straks stikt hij. Ga er ook? Kaboeien! Nee! Ja, we gaan lekker in, Milo. Lekker! Zee de lijn! Stroommannetje! Ja, ja, ja! Hey, doe even die bril, dan kan je gewoon maar zien als het goed is. Dit is echt heel snel te zien. Ja. Je shined ook wel zo. Het is ja. Wel echt een velletje. Oh, joh, dit is kost moeite. Fuck, ik zet het zo. Zo, joh. Het is zo fijn. Droomman, daar is die. Ja, ja. Ja. Oh, dat wist jij niet, want dit kan natuurlijk. Hey, TikTok. Dit werkt niet. Maar dit werkt goed. Droomman, yeah. Milo, dankjewel. Dit is echt heel leuk. Woe. Ik zou jullie graag willen bedanken voor het kijken. Maar ik hoop eigenlijk dat zo min mogelijk mensen het hebben gekeken. Dus als je hebt gekeken... Kun je nog iets tegen je kinderen zeggen? Papa, als hoe ik schiet. Zo, wat. Dit is leuk! Het werkt niet! Het werkt niet! Milo blijft voor altijd een stroommannetje! Jongen! Je lijkt echt op een sperrip. Ja, inderdaad. Mensen, de foto was vroeger laatst die foto toen wij een boete kregen. Ja. Dit moet de meest gelikte foto van onze Instagram worden. Nou, als stroommannetje niet minstens 100.000. 100.000 likes 100.000. Had, dan is het allemaal voor niets geweest. Dus volg Bankjes op Insta. En haal ik even die foto. Dan like de foto van Milo een stroommannetje. Als je twee keer op de foto van Milo klikt, dan komt er een hartje midden op de S van stroomman. Abonneren! Zes stroom! Doe even een klein duimpje. Godverdomme! Oh mijn god!